Donderdag, 5 juni 1823. Om 4:30 sprongen wij het bed uit en betaalden voor thee, wijn, avondeten, logies en de uitstekende bediening 2 gulden per man. Om 5:30 liepen we de zeedijk langs in westelijke richting en gingen voort door landerijen naar het aardige Sondel. Schrijven 1823. De slag bij Waterloo is alweer 8 jaar geleden. Nederland en België zijn samengevoegd tot 1 koninkrijk en in die noordelijke uithoek van Europa is het stil geworden. 2 Leidse studenten, Dirk van Hogendorp en Jacob van Lennep, besluiten een voettocht door het eigen land te maken, dat onbekende oude en tegelijk nieuwe Nederland. Kijk, hier ligt Sondel. En daar is de toren van Wiekel. En die jongens moeten ongeveer hier zo de bocht genomen hebben. Want de oude weg die ze belopen hebben, die lag iets hierachter. Dat kan wel eens dit ongeveer geweest zijn. Zou die weg ook toen al zo recht geweest zijn? Nee, flink kronkelig. De hele natuur was veel minder geordend. Het was een natuur die men veel minder nog onder controle had. Eigenlijk moet je die tijd nog een beetje kenschetsen als men leefde in vrezen voor de natuur. Men leefde in de natuur, maar men was er ook vreselijk bang voor. Rampen, plagen. Om een voorbeeld te geven, in datzelfde jaar waarin ze rondliepen, was er een enorme muizenplaag is er in Groningen geweest, waardoor ongeveer de hele oogst is opgevreten. Dus ja, dat betekende voor grote boeren betekende dat gewoon enorme financiële problemen. En kleine boeren, ja, dat was gewoon hongerlijden. Bittere armoede. Bittere armoede. Er waren ziektes waar ze natuurlijk nog helemaal geen medicijnen voor hadden. Dus een heleboel mensen waren ook heel godsdienstig, enkel uit vrezen des Heren. En ja, je kunt zeggen, die 2 jongens waren echt, stonden in het centrum toen van de discussie, zeg maar. Die het begin van de 19e eeuw Nederland domineerde. En dat was gek genoeg geen discussie over politiek, maar dat was een discussie over God, over geloof, over uitverkiezing, over hemel en hel. En eigenlijk ging het over de vraag, kunnen wij deze natuur ordenen of moeten wij ons blijven overgeven? We gaan naar Wiekel. Zo is dat. Met opzet dwaalden we hier rechtsaf door meibomen, eikenhout en vruchtbare korenvelden naar het heerlijke dorp Wiekel, waar we de kerk binnengingen. We zagen er de fraaie graftombe van de grote koehoorn op een prachtig voetstuk, versierd met bas-reliefs, waarin die slimme bouwmeester ligt. De dolle baldadigheid van de 1795'ers heeft ook deze heilige plaats niet gespaard, maar overal zijn de titels op de bijschriften weggepoetst. In Friesland is een hele beweging geweest, en misschien ook elders in Nederland, dat weet ik niet, maar in Friesland was het wel van de 95'ers die de kerken introkken en overal die wapenschilden kapot maakten en het woordje heer uit allerlei graven wegbeitelden. En deze graven zijn ongeschonden. En ik vermoed dat dat komt omdat, want ze zijn pas een paar jaar geleden, zijn deze graven, die zijn uit de 17e eeuw, die zijn onder de houten vloer weer vandaan gekomen. En ik denk dat in 1795, toen dat beeldenstormpje hier plaatsvond, die graven al onder de houten vloer lagen en dat ze daarom gered zijn. Want ik heb in andere Friese dorpen dit soort graven ook wel gezien en dat is echt paf, daar is flink tekeer gegaan met bijlen en beitels. Maar hier heeft iemand heel keurig alleen maar een censuurstreepje gelegd. Maar dat was dus eigenlijk een soort beeldenstormpje van patriotten? Ja, eigenlijk mannen die zeiden vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het was een burgerbeweging.
En het was ook een beweging van ja, de verlichting, van de ratio, maar dan in politieke zin. Men rebelleerde, als het ware, tegen de door God gegeven orde. Nadat we uit de kerk gegaan waren, wandelden we een tijdje door het dorp en bevonden ons opeens voor de stad Sloten. Sloten? Ja, ze schrijven dat ze een beetje door de omgeving van Wiekel wandelden. Dat ze zich toen opeens al voor de poort van Sloten bevonden. Zo dicht liggen dit stadje bij het dorp Wiekel. En dat klopt. Nou, zo moet het ook wel gezien hebben. Zo heb ik het ongeveer gezien. Ja, afgezien van de... Oh, dat is een waterpoort. Ja. Geen rijtuig kan door deze plaats vanwege de smalle straatjes. Hier zagen we een jeneverstokerij, die achteruit gaat, omdat de Friezen geen Friese jenever meer lusten. Zo, dat was een kort bezoekje aan Sloten. Ja, dat was bij hun ook. Het gekke is, ze bezoeken eigenlijk alleen maar protestantse dorpen en steden. Wat? Dat merk je in dat verslag. Ja, die jongens zijn pathologisch protestant. Nederland telde toen in meerderheid, want België zat er toen voor korte tijd aan vast, dat was een eenheidsstaat, waren meer katholieken in Nederland dan protestanten. Maar toch komt in dat hele reisverslag van die twee, komt geen katholiek komt erin voor. Ze reizen ook maar even door Brabant heen, een heel klein stukje, en dan gaan ze gauw weer terug naar het noorden. En bijvoorbeeld bij Zaandam, daar is een buurtschap, en dan schrijven ze over dat ze dat mijden, want dat is een beetje louche. En achteraf merk je waarom dat is. Helemaal niet omdat daar zoveel hoeren en souteneurs wonen. Nee, daar wonen katholieken. Nadat we in Wiekel teruggekeerd waren, liepen we langs een even mooie weg naar het Rijke Balk, waar we de heer Reneman hoopten te ontmoeten. De aankomst te Rijs is verrukkelijk, omdat vele lanen die met hoge eiken beplant zijn, daar bij elkaar uitkomen. Wat liepen die jongens een eind, hè? Ongelooflijk wat ze liepen. De hele tijd kom je op afstanden van ja, tot 35 tot 45 kilometer per dag. Ongeoefend? Nou, ze waren natuurlijk gewend aan lopen, want iedereen liep heel veel in die tijd. Want er waren nog geen fietsen, geen treinen of niks. Dus je moest het meestal te voet doen. Maar het grappige is wel, dit is voor ons aangelegde natuur. Dit is eigenlijk, wij vinden dit tuinen en parken. Terwijl voor hun was dit de ideale natuur. Wij vinden nu bijvoorbeeld een zandwoestijn of een heideveld of de Wadden, als het maar wild en ongeregeld is, dat vinden wij mooi. Dat is ons ideaal van natuur. En hun ideaal was een akker of een boomgaard. En de wilde natuur, dat was... Angstaanjagend. Angstaanjagend. Dat was de vijand. Dat was de duisternis. Dat was eigenlijk de duivel. Het is heel bijzonder om de Zuiderzee aan zijn voeten te zien als men uit het Keupelhout komt. De Zuiderzee? De Zuiderzee. Het landgoed van mevrouw Rengers, dat heel uitgestrekt is, maar slecht aangelegd en nog slechter onderhouden, werd vervolgens door ons bekeken. Toen we teruggekeerd waren, aten we pannenkoeken in een kleine herberg bij de ingang van de hofstede, terwijl het ondertussen buiten geweldig hagelde en de donder rommelde. Om 4:30 gingen we naar buiten. De lucht was opgeklaard en afgekoeld. De vogeltjes zongen lustig in het gebladerte en schudden de regendruppels van hun veren af, terwijl wij door de fraaie eikenlanen verder gingen. Dus hier kwamen ze vandaan, uit het laantje daar? Dit is het laantje wat naar het IJsselmeer loopt. Dus... Zuiderzee toen? Ja, toen de Zuiderzee. En ik zal ze even vragen. Want dit is een heel oud hotel. Dit is een oud hotel, maar... Dag meneer. Dag meneer. Kunt u ook zeggen, weet u toevallig of dit al voor 1890 een herberg was? Ja, het is gebouwd als herberg. 1751. Ja. Klopt. Klopt ja. Dus? Was de enige herberg in de omgeving? Ja. Nou, dan hebben ze hier gezeten. Was de herberg. Bij het onweer, ja. Dit was de herberg tussen de twee Hanzesteden, Lemmer en Stavoren. En dit was precies het midden. Ja, ja. Ah, ja. Ja. Ja.
Om 6 uur kwamen wij door een boerenlandhek in de oude stad Staveren. Tegenwoordig een ellendig toonbeeld van vervallen grootheid. Het gras groeit er over de straten en we kwamen slechts 2 personen in de hele plaats tegen. Staveren was in verval, hè, toen de tijd. Ja, ongelooflijk. Ze beschrijven het bijna net als Enkhuizen. Ze spreken iemand die zegt dat 2/3 van de inwoners de laatste 20 jaar het stadje verlaten heeft. Nou, kijk, moet je zien wat hierachter gebeurt. Het was een bloeiend middeleeuws handelsstad ooit. Een rivaal van Amsterdam. Maar er is inderdaad niets van over. Ze vinden er niks aan, hè? Staveren. Nee, ze vinden het helemaal niks. Dat blijkt ook uit hun dagboek. Ze schrijven dat ze om 8 uur 's avonds al naar bed gaan. Ze praten nog even met waardin, die alleen maar ook over ellende vertelt. Ze gaan met een kop thee naar bed. En om 5 uur 's ochtends staan ze alweer op en ze maken dat verkoop. Vrijdag, 6 juni. Na vrij goed geslapen en 26 stuivers aan vertering betaald te hebben, wandelden wij om 5 uur de stad uit. We kwamen om 7 uur aan bij Hinderlopen, dat er van ver af goed uitziet, maar zijn woord niet houdt. 2 straten verder waren wij er al doorheen en hadden nog geen levend schepsel gezien, behalve een haan en een hond. Dit is een dijk die ze gelopen hebben. Dit is het dijkje. Dit is de oude diek, hè? Dit is de oude dijk van Hinderlopen naar Workum. En vrijwel zeker hebben ze hierover gelopen. Aha. Alleen, dit was er waarschijnlijk niet, dit wiel. En dat zijn allemaal resten van dijkdoorbraken. En als je nou praat over de angsten waarin mensen leefden in die tijd. Zeker in het lage stukken van Holland, de lagere stukken van Holland, was de angst voor water misschien nog wel de allergrootste angst. Want de zeeweringen waren nog niet zo vreselijk goed. En het kwam met de regelmaat van de klok voor dat er opeens een dijk doorbrak. En dan zat je in zo'n diepe polder en dat was echt ontzettend gevaarlijk. En dat was hetzelfde als bij de rivieren. De rivieren overstroomden. Er was een permanente angst voor storm, vloed en water. En bijvoorbeeld dit wiel is waarschijnlijk ontstaan 1,5 jaar nadat de jongens hier langs gelopen waren, op 4 februari 1825. Want toen is 2/3 van Friesland bij een vloed onder water komen te staan. Toen is hier de dijk doorgebroken. Ja, het is daar de dijk doorgebroken, maar op allerlei plekken. De buitengewoon hoge vloed heeft de allerijselijkste angsten aan de bewoners van deze polder toegebracht. Sommigen bevonden zich in hun woningen als het ware in een bare zee en begaven zich, daar het water al hoger en hoger klom, op de zolders en op de daken, ten einde niet in het water om te komen. Akelig was het gekerm en hulpgeschreeuw der mensen, welke niet dan met veel gevaar uit hun huizen en van derzelver daken afgehaald werden. En dat bepaalde ook voor een deel de angsten van de mensen en ook opnieuw de vrees voor de Heer. Steeds de dijk volgende kwamen wij om 9:30 in Workum aan. Er zijn nog rijke inwoners. Op het oog is de stad zelfs mooi. In de oude kerk die los staat van de toren zagen wij een predikstoel, banken, draagbaren van gilden enzovoort, die allemaal beschilderd waren en van versjes voorzien. Wat is dat nou, gildenbaren? Ja. Wat eigenlijk die gilde waren? Waarvoor dienden die? Om mensen naast hun verblijfplaats te brengen. Oh, dus er werden lijkkisten opgezet? Dus 10 mensen werden er gewoon nodig om ze dus te kunnen tillen, want die waren zijn heel zwaar. Het geluk is dat wij dit bewaard hebben. Ja. En dus met allemaal teksten erbij over allemaal teksten. Arbeid, vergankelijkheid, Gods zegen. Schippers en zeelieden ook. Ja. 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 Zullen we even kijken, Gip? Ja. Ah ja. Het doet en stormt de baren, de golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugd, de baren zijn effen op Gods wil. Nu wijkt verslagenheid na zoveel angst geslaven
daar God hun veilig leidt in hun begeerde haven. Om 1 uur aten wij heerlijke baars. Is het zeebaars, Geert? Kabeljauw. Gevangen. Gedood. Diep gevroren. Na 5 jaar weer opgestaan. Op mijn bord. Zoiets. En wandelde om 4 uur naar het dorp Parrega, waar een Friese marskramer zich bij ons voegde. Om de tol te vermijden, voerde hij ons langs een harde klei- en steenachtige weg naar Bolsward. Er zijn hier heel veel en dwaze tolhekken. En daar betaal je veel te veel voor. Dus ze zijn door het weiland gaan lopen langs modderpaden. En onze twee jonge heren, die hebben die namiddag het grootste deel van de tijd ook over dit soort modderpaden gelopen. En verdwaald, hè? En ze zijn verdwaald. En ze kwamen onder de modder in Bolsward aan. Maar ja, daar was het goed toeven in de wijnberg. Om 6 uur kwamen wij in de stad, waar we onze intrek namen in de wijnberg. Hier dronken wij thee met 4 mensen... die wij door een profaan, gemeen en ploeterig gesprek meteen als aannemers herkenden. Om 8 uur liepen wij de stad rond. Ik vond dat ze lief, net en vrolijk gebouwd was. Wat denk je nou dat die van Lennep en Hogendorp toch tegen die aannemers hadden? Ik weet het niet precies, maar ik denk het was de nouveau riche. Het waren mensen die wel geld hadden, maar absoluut niet tot hun stand hoorden. Natuurlijk voelden die twee zich eigenlijk een beetje bedreigd door die nieuwe rijkdom en zetten zich daar hevig tegen af. Dus ik denk dat zoiets... Nieuw geld in plaats van oud geld. Ja, absoluut. Het was nieuw geld in plaats van oud geld. Ik denk dat zoiets gespeeld heeft. Nou, waarschijnlijk even uitgestorven als toen, hè? Ja. Zondag, 8 juni. Om 3:30 verlieten wij het bed en met de klok van 4:30 waren we al op weg naar Harlingen. Langs duizenden bochten kwamen wij te Wit Marsum, waar een boer ons vertelde dat we 30 minuten waren omgelopen. Over land en greppels kwamen wij heel vermoeid om 8 uur in Harlingen aan. Nadat we het herenlogement gevonden hadden, puften wij er een ogenblik uit en wandelden daarna naar de grote kerk die nog leeg was. Dus liepen wij om de haven en wachten tot het klokgelui ons riep. De kerk, waarin wij goede plaatsen vonden, is ruim 40 jaar geleden gebouwd en heeft een uitstekende akoestiek. Het orgel speelde tot de komst van de predikant, dat wil zeggen tot 9:30. Dominee Reinoldi sprak een fraai voorgebed uit, maar zijn preek over het offeren aan vreemde goden door koning Salomo leek me miserabel. Een miserabele preek, 1823. Het zal ook wel niet de laatste miserabele preek zijn. Maar miserabel of niet, ik ben blij dat ik vertrouwen mag op de God van de Bijbel, de God van Israël. Op hem kun je belabberd mens aan. Loof de Heer, want hij is goed, want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Amen. Maandag, 9 juni. Om 12:00 gingen we, vanwege het slechte weer, met een Groningse koopman in de schuit naar Vraneker, waar we om 2:30 aankwamen. Bij deze stad zagen we aan de vaart veel pannenbakkerijen. Wij begonnen met een bezoek aan de hoogleraar Philipsen, een academievriend van Hogendorp, en dronken bij hem koffie en Madeira. Na het eten bracht Philipsen ons naar de academie. Achter het gebouw is de plantentuin, die 4 jaar geleden een wildernis was en nu al een prachtige verzameling aan bloemen en vreemde gewassen bezit. Op het moment dat ze hier rondwandelden, was de Vraneker Universiteit al zo ongeveer opgeheven. Want koning Willem I had ook bezuinigingen, de staat was arm in die tijd, de 2 universiteiten opgeheven. Van Harderwijk, want daar was er ook eentje, en van Vraneker. Alleen van Vraneker was het wel jammer, want het was echt een beroemde oude Friese universiteit. Een van de oudste universiteiten van Nederland.
Sigtrand zit Gloria Mundi, hè, noemen ze dat. Ja, die jongens schrijven er ook heel honend over. En dat had een beetje met de kleinheid van de universiteit te maken. Maar ook wel, het waren korfsballetjes, maar het waren ook Leidse korfsballetjes. Aha. U zit op de universiteit, wist u dat? U zit hier op de universiteit, wist u dat? Oh, wat zijn wij hooggeleerd. Vroeger was dit de universiteit. Oh, wat leuk. Ja. Ja, nou oké, zet gewoon, hè. Enige grachten verder gingen wij de eenvoudige woning van de wolkammer IJzer IJzinga binnen. Hij kwam naar ons toe met een voorschoot om en leidde ons in een klein kamertje waar wij boven ons hoofd het hele planetenstelsel lagen. De maker toonde mij alles zonder dat hij er iets van af leek te weten. Goedendag. Goedemiddag. Je bent de opvolger van IJzer IJzinga. Nou, één van de vele. Eén van de reeks. Er zijn al een paar voor me geweest. Ja. Die jongens, die van Hogendorp en van Lennep, die zijn toch nog de oude IJzinga hemzelf rondgeleid. Dat klopt, ja. Ja. Maar IJzinga heeft ze waarschijnlijk niet veel verteld. Hoezo? Nou, het waren de studenten. Nou ja, je hebt natuurlijk heel aardige studenten, maar waarschijnlijk hebben ze zich nogal hooghartig gedragen. Koorballen. Een beetje koorbalachtig. Ja. En IJzinga, die dat al gauw door had, die dacht, weet je wat jullie doen? Je bekijkt het maar. Hij is er dus wel bij geweest en heeft ze verder waarschijnlijk niet veel verteld. Want hij schreef, hij leek er niks van af te weten, schreef ze. Ja. Op zijn Fries dacht hij, laat bekijk het maar. Ja, bekijk het maar. Een beetje ja. Mokkig heeft hij dat waarschijnlijk gedaan. Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Wij wisten niet wat wij meer moesten bewonderen. De durf van de onderneming, de voortreffelijke en correcte uitvoering of de onbegrijpelijke simpelheid van de maker. Alle planeten die hierop afgebeeld staan, bewegen zich werkelijk als in de natuur en voltooien hun omgang in dezelfde tijd, evenals hun manen. Jammer dat dit kunstige gewrocht niet te verplaatsen is en met het huis ten onder moet gaan. Hoe kwam je er eigenlijk bij om dit te maken, dit ongelofelijke kunstwerk? Het is natuurlijk niet zo ontstaan, maar er was een dominee, een zekere dominee Ilko Alta uit het plaatsje Bozen. Overigens een zeer knappe man, alleen hij had één eigenaardigheid. Volgens hem draaiden de planeten allemaal op dezelfde afstand rond de zon. De planeten zouden op elkaar botsen, de aarde zou uit zijn baan geraken en in de poel des vuurs, dat was de zon, ten onder gaan. Nou, dat was nogal wat voor die tijd. Want er stond in de krant een klein berichtje van de astronoom Bode, dat was een Duitse astronoom, een heel bekende astronoom, dat er een mooie samenstand zou zijn van de planeten op 8 mei 1774. En aan de hand van dat gegeven heeft hij toen een boekje geschreven dat, nou ja, de wereld zou vergaan, zou je zeggen. Heel Friesland raakte in paniek. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Zeiden toch, of tenminste die dominee voorspelde eruit dat het dus toch helemaal fout zou gaan. Nou, dat is dus niet gebeurd. Nee. Niks, geen botsing van planeten. Nee, absoluut niet. Ze draaiden rustig vast voort. Nee. Toen heeft IJzinga besloten om dit planetarium te bouwen als een stukje volksvoorlichting, zou je kunnen zeggen. Alleen zijn tegenstander, die dominee uit Bozum, was eigenlijk toch ook al een man van de verlichting, want die zat ook allemaal al te rekenen en te doen. Zeker, ja. Alleen die begreep het niet zo goed. Ja, en IJzinga begreep het wel.